Wanneer kinderen problemen hebben, dan heeft dat de neiging om groter te worden. Problemen zetten zich vast. En dat kan zijn een probleem met boosheid. Kind schreeuwt of schopt of slaat. Een kind kan bang zijn voor slapen in het donker. Een kind kan concentratieproblemen hebben. Een kind kan moeite hebben om frietjes te maken. En als je het daarover hebt, hoe komt dat? Dan kom je er eigenlijk niet uit. Centraal bij problemen van kinderen, maar ook bij die van volwassenen, staat de behoefte. Een kind en wij hebben allereerst behoefte aan veiligheid. We hebben behoefte aan structuur. We hebben behoefte aan aandacht. En bovenal hebben we behoefte om gezien, gehoord en serieus genomen te worden. Dat zijn belangrijke dingen. En als een kind gezien wordt, serieus genomen wordt in zijn behoefte, hoeft hij geen probleemrood gedrag te vertonen. Als een kind gezien wordt en aandacht krijgt voor dat wat er is, dan kan het kind samen met ons kijken wat heb je te leren. Wat heb je te leren bijvoorbeeld bij boosheid? Misschien omgaan met teleurstelling, misschien omgaan met een nee. Of omgaan met oneerlijkheid, daar kunnen kinderen ook ongelooflijk boos van worden. En als ze bang zijn, leren zichzelf gerust te stellen. Of leren omgaan met slapen als je bang bent in je bed. Of leren een praatje te maken, of leren hoe kun je concentreren. Dat hebben kinderen allemaal te leren. Maar ze gaan het niet doen als wij hen tegenwerken. Als we zeggen, stel je niet aan. Doe toch gewoon. Schreeuw niet zo. En blijf in bed of ga spelen of concentreer je nou gewoon. Dat is vaak wat we tegen kinderen zeggen. En dan gaan ze weer probleemgedrag vertonen. Dus wat kinderen nodig hebben, willen wij kinderen helpen, is dat we eerst bepalen wat heb je te leren en dan hen erkenning geven. En erkenning betekent dat we zeggen, ach kind, ach wat is het moeilijk voor je. En dat is ook erg. Het is ook oneerlijk als je vriendje de bal afpakt, daar word je ook boos van. Dus dat we gaan benoemen wat we zien, wat we voelen aan de behoeften van het kind. Als we dat gaan benoemen, voelt het kind zich bij wijze van spreken leeglopen. Zegt, ja, dat klopt. En dan kun je verder. Dan kun je kijken welk talent en welke vaardigheden heb je om te leren wat je moet leren. En dan kunnen we ook complimenten maken. Goh, als jij vriendjes moet maken, jij denkt dat je veel moet praten, maar jij kunt heel goed luisteren. En door te luisteren kun je ook vriendjes maken. En als jij zo boos wordt als er oneerlijke dingen gebeuren, dat is een heel mooi talent. Dan kun je leren om uit te spreken van, als er iets niet eerlijk is, wat kan je dan zeggen? En als het kind dan serieus genomen wordt en weet wat hij heeft te leren, dan hoeft hij niet zo akelig te doen. Dat is de route die wij met kinderen moeten leren. Dus dit is waar kinderen mee komen. Dat is wat ze hebben te leren. Wij hebben hen hier te helpen om ze, als het ware, te zien in hun behoeften, talenten en vaardigheden aan te spreken en hen te helpen. Dit heb je te leren om te doen wat je moet doen.